dames en heren, welkom bij Lol in de Ziekraft aflevering 30. Yes, we zijn weer aangebroken bij aflevering 30. Jullie zullen vandaag waarschijnlijk weer een mooi ding op mijn statistieken zien komen. En dat heeft te maken met de telling. Goed, hier zijn ze. Het foto staat erop. Wij staan hier voor de studiopoort. Wij gaan in deze aflevering de studios eens bekijken. Gisteren is er een special over online gekomen. En daar heb ik leuk twee avonden aan liggen editen en ik moet zeggen, dat doe ik altijd graag. Maar goed, we gaan de poort binnen. Jullie zien dat ik weer een nieuwe skin heb. Ik heb dus nu het krulbeertje. Het is een Disney skin. Goed, de studios. Dit stuk was al toegankelijk voor de bezoekers in het begin. Dus dat weten jullie allemaal wat hier al is. Hier is ook zo'n binnenspeeltuin ding. Iets, ik zie wel dat ik een beetje de kamp heb met dingen, dus ik zet hem even zoiets. Misschien eventjes. Ja, dat gaat wel altijd goed. Goed. Oh, hier hebben ze dat ding van de studio ding. Oh, dat hebben ze weggehaald. Daar stond iets. Als we in de studios komen, zien we hier opnieuw twee kanten statusborden. Aan deze kant alle automatische attracties. De Toontown, de Toy Twister, de Disney Scenes, de Studio Speelhal, het Sprookjesbos, het Studio Museum en het Toy Story Museum. Ik ga naar het Studio Museum, want dat heb ik ook nog niet gezien. Er is zelfs een audio server, die is er, die is klaar. Er zijn ook nieuwe shops, kijk, nieuwe shops. En dan kan je hier dus knuffeltjes kopen. En ja, hier kan je dus knuffeltjes kopen. Ik kan er nu geen kopen. Dat zullen we wel een ander keertje doen, als we wat meer money hebben. Maar niet dat we weinig hebben, maar we kunnen nog wat sparen. Wat is hier allemaal te doen? Een uitzicht over de Main Street van de studios. Oké. Dit is dus de Main Street hier van de studios. Mooi. Wat kunnen we hier nog doen? Dit is een leuk attractie ding. Dit is een wandelattractie ook weer. Natuurlijk hebben we hier dus ook Toy Story schilderijen op hangen. Er zijn ook weer genoeg achievements. 290. Ja, ik heb nog redelijk wat werk. Ratatouille. Oké, wacht. Ik weet het niet. Hier staat niet echt iets opgehangen of opgeschreven. Ik zie hier wel Rowie staan, dus we kunnen hier op de foto zie ik met Rowie. We kunnen hier misschien op de foto, hier kunnen we met Mickey Mouse op de foto. Kunnen we hier ook niet op de foto? Ja, met Ariel. Maar hij had het verkouden. We kunnen hier met tassen, maar niet meer zo verkouden als donderdag. Donderdag hebben we de limits opgenoemd, we zeggen echt snotneus en blauwe baat. Snotneus is al bijna weg. Archievement, bezoek het Studio Museum 5 coins toegevoegd aan de rekening. Ik heb al uitgerekend, dus die 5 coins die nu zijn toegevoegd, die tellen eigenlijk niet meer mee. Maar dat is dan voor aflevering 40, wat we dan nog wel een keer doen. Wat hebben we hier? Winnie's prentenboek winkel of zoiets. Oké, wacht. Laten we eventjes wat gaan wandelen in de studios. Goed, Alice heeft een stiefje met mij, ik weet ook niet waarom. Dit stuk kennen jullie waarschijnlijk wel van de special. Er is net een parade weer op geweest en de audio is er natuurlijk ook, maar ik kan hem niet aanzetten, want dat weten jullie waarschijnlijk allemaal wel. Dat is dikke copyright, dus ja. Ik vind het jammer dat we die... Voor de Tower of Terror komt er wel een special met audio server, want dat moet. Want Tower of Terror heeft natuurlijk alles ingesproken. We hebben hier een van de nieuwste attracties, dat is de theeleuten. Die zullen wij eens open doen en ik zal ze laten zien, want het is een heel ander systeem dan een gewoon armbandje. Let maar op, nu is er nog niks, dus wij openen de attractie. Attractie nu geopend. We doen de poortjes open en we broadcasten één keer wel als voldoende. Die poortjes, dat zijn die ijzeren haakjes die jullie net zagen. Ik zie daar al mensen komen. Leuk. De theeleuten. De theekopjes attractie. Superleuk gemaakt. Vroeger was het een gewone staande attractie, maar nu is het dus een werkende attractie. Dan hebben wij weer een extra attractie erbij als VIP's om te besturen. Goed, er zijn nog twee nieuwe crewleden, dat ben ik vergeten te zeggen. En dat is onder andere Rens en Martijn. Koelkast Boy en Te Martijn. Dat zijn de twee nieuwe crewleden van de server. Die hebben dus de rang manager thematisering. Of wat het precies ook was. Goed, we gaan hem starten. Nu kunnen wij hier de speed dus aanpassen. Dus nu zet hij nog maar rustig. Oké, speed 2. Dan gaat hij al wat sneller. Speed 3.
Dan werd hij nog sneller. Speed 4. Kreeg wel no oranje. En dan hebben we nog speed max. Normaal gezien speed maximum. Ja, dit is de maximum speed. Voilà. Even kijken. Ja, dit is de maximum snelheid. Hij valt vanzelf uit. Jullie zien hier de timer op hangen. Rest in de tijd nog een halve minuut. En dan stopt de attractie vanzelf. Met draaien. Maar we gaan even terug. Mooi naar 1. We kunnen hier altijd mee spelen. Dat is wel leuk. Dat vind ik leuk. We kunnen altijd met de speed spelen. En op een gegeven moment, een paar seconden voor de timer officieel stopt, stopt die kaartjes vanzelf ook al met draaien. Ik, ja, zie je, ik kan de snelheid niet meer aanpassen nu. Kijk, hij wordt nu al stilgezet. Oké, hij staat bijna stil. Oh, ik was zo'n basic bestuur is nu niet mogelijk. Kijk, alles is hier aan gedacht. Hij staat toch stil. Oké, poortje open. Voilà. Ik zou zeggen, ik doe die poortjes dicht. En teleuten sluiten we. En dan worden de kaartjes ook gederangeerd. Goed. We hebben ook, nu ik vergeet, de studio DVD. Dat krijg je weer tijdens de studio weekend. Dus wij hebben al een aantal items gekregen van events. Namelijk het eerste verjaardag. Het piratenweekend en de studio DVD. Dat zijn dus drie events geweest. Er komt, dames en heren, en dat heb ik te horen gekregen van Pluto's Disney, Disney Online Chain. Er komt een musical van Disneycraft. Dat heb ik van hem gehoord. Hij heeft het gezegd onder een video dat er een musical komt. En ik had al zoiets in gedachten van die speciale aankondiging. En dan zei, er werd gezegd, dat was de beste show ever. En toen had ik al zoiets van, ja, er komt een nieuwe live show. Maar nee, het wordt dus een musical. Ik ben daar heel erg benieuwd. We hebben hier het Toy Story gedeelte. Met hier de parachute drop. Daar gaan we eens eventjes een hoop lopen. De parachute drop. Die heb ik ook ooit nagebouwd gehad op Disneycraft. Heet er iemand gewoon Disneycraft? We hebben ze dat account speciaal weer aangekocht. Hier is een achievement volgens mij. Oh nee, dat is leuk. En pling. Voilà, ik was eerst. Pling. Maar hoe kom je er nu uit? Oh. We gaan naar beneden, warp weg. Warp weg of is het gewoon? Nee. Warp. Warp Toy Story. Zou ik doen, dat kost mee. Ik dacht dat het echt warp weg was, maar nee. Dat is wel slecht, dat vind ik wel jammer gemaakt, maar oké. We gaan eens even snel hier rondlopen en ik weet niet of er een achievement zit op beneden. Ik denk het wel. Ik denk het wel dat er een achievement zit op beneden. Dus we gaan niet over de plate. We gaan de attractie hier uit. Zo. Ik weet niet of hier een achievement zit. Het kan hè. Ik weet het niet zeker. En het is... Ja ja. Het is een achievement, dames en heren. Goed, de Toy Story. Is die geopend? Nee, jammer, hij is niet geopend. Een interactieve shooter. Het is een heel erg leuke attractie. En de high score, die staan daar wel. Dat kunnen we volgens mij wel bekijken. De high score. Dus. Floor staat op eerste plaats met 104. Op de tweede plaats staat Candy met 103. En Quest Balance staat op de derde plaats met 102. Dus mooi aflopend. Goed, wat is Leroy terug? Oh, Leroy is terug. Ofwel was hij even in vanish. Of zo. Goed, op verschillende plaatsen zijn er dus shops. Kijk, klik hier. Je kan hier dus het geweer kopen en een busknuffel. En ik heb nog niks gekocht. Scheld of taalgebruik is niet toegestaan. Ah ja, hier, godverdomme. Ja, dat is dus eventjes nieuw. Dit is ook nieuw. Wat er nog nieuw is... oh, hier is volgens mij een achievement. Ja, ja. Wat er nog nieuw is... En dat is dus in de tussentijd zo gekomen. Dat is dat er... Oh, dit zijn van die... Oh, dat ken ik. Dit zijn van die... Ja, dat zijn leuke spelletjes. Dit is dat... Is dat niet het ding? Het Toy Story Museum? Ik dacht dat het Toy Story Museum was. Disney Shop. Oh, gesloten. Ah, ik dacht dat die ook was. Kunnen we deze wel? Nee. En deze dan? Ja, klik hier. We kunnen hier kopen. Starlings koekje.
het Starbucks koffie, een broodje gezond, een friet hebben we al en dan een burger. En die zijn allemaal goedkoop geworden hier zeker. Dit is het Toy Story Museum. Sowieso, het Toy Story Museum. Speelgoedsoldaatjes. Toy Story is een Pixar animatiefilm uit 1995. Hij werd geregisseerd door John Lasseter. De film duurt 81 minuten en is daarmee de eerste speelfilm van Pixar. Toy Story heeft veel prijzen gewonnen, bijvoorbeeld de Saturn Award voor originele muziek en de Golden Globe voor beste film. En de Arcade Award of zoiets voor een verhaal. Voor een verhaal? Nou, dat is toch wel redelijk wat. En hier hebben we Buzz. Spacecraft. Kunnen we... Wat is dit? Volgens mij zijn er nog die fatigue al heb. Of niet werken. Ik weet het niet. Wat is dit? Kraan. Oké, is dit een shift? Ja, de klauw. Pak hier je prijs. 5 coins toegevoegd. Ik sta nog altijd oneven, hè. Ik heb nog altijd 1 coin te min om juist te komen te staan. Dat vind ik zo jammer en ambetant. Dat is niet meer gelijk loop, maar dat komt door de paaseitjes en dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Goed. We zijn al een eerste keer rondgelopen in de studio's. We gaan nu richting de nieuwe, hier is een Wolfies bistro, een bistro, ja, dat gereserveerd, wacht hier tot een medewerker komt, AIB. Oké, ja, ik heb gereserveerd voor een tafel en ik ga mijn eten zelf wel even halen. Wat kunnen we hier kopen? Oh, allemaal eten. Friet, een hotdog, een Starbucks koffie, een Starbucks koekje, een appel, gebakken vis, een kippenborst, verse sla en een broodje gezond. Wauw, dit zijn echt wel leuke dingetjes. Allemaal items, maar op een gegeven moment is je inventory vol en dan kan je niks meer. Dan moet je wel dingen gaan verkopen. Dus dat vind ik jammer. Artiest, staat hier te koken? Staat Goofy hier nu zus ook? Oh, ik zal het aanleggen, dat mag niet. Goofy staat hier te koken, oké. Ik ben benieuwd als het allemaal wel goed komt en niet daarmee het aangepakt is. Toilet hier. Nou, ja, nee, dat hebben wij niet meer. Ik denk dat we maar gaan afronden, maar voor te afronden is de vergelijking aangebroken. We hebben natuurlijk weer lang gespeeld in die 10 afleveringen tussenin. Dat zijn 10 weken, dus dat is een maand, bijna 2 maanden zijn dat. Dat het, nee, ik weet het niet meer precies. Het is lang geleden, maar goed. In aflevering 20 hadden wij unieke spelers, namelijk 25.221. En de dag van vandaag hebben wij er 28.833. Wat een verschil maakt van aflevering 20 tot en met 30 hebben wij 3612 unieke spelers erbij. Aflevering 20 had ik nog maar, en dan had ik echt nog maar, 9505 coins. Tussenin is het piraten-event geweest. Daar heb ik, ja, zijn heel veel coins uitgedeeld. Het paaseieren gedeelte, veel coins. En ik ben er vaak online geweest. Nu heb ik er op het moment 14.369. Dat is dan... voor de aflevering begonnen, op het moment heb ik er nu 14.394. Maar van het aflevering 20 tot nu, tot het begin van de aflevering, zijn er 4.864 coins bijgekomen. En dat vind ik toch een leuk, goed bedragje. Natuurlijk heb je ook nog onze Wally, hebben jullie ook in de special gezien. En dit is een nieuwe, ja, gerestaureerde attractie. Dit vind ik ook een heel schattig ding. Dit is zo, is dit alsjeblieft? Klik. Zoek de mooie Wally winkel. Je kan natuurlijk een bus en een ruimte kopen. Goed, ik denk dat het dat wel was, dames en heren. Misschien een lange aflevering deze keer, maar ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering van Lollen Disneycraft. En ik zie jullie de volgende keer gewoon weer terug met woensdag Maroonet. En vergeet sowieso zaterdag niet naar de opening van Astrocraft te komen. Voor meer informatie check de video van gisteren. Dat is een kleine update. Daar wordt alles aan uitgelegd. Waar je en hoe je moet zijn. En ik zie jullie gewoon de volgende keer bij een nieuwe video. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.